Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben Jeroen Redges, 29 jaar, werkzaam bij Kramp. Ik werk in het team logistieke concepten en shopbouw en ik neem je vandaag mee. Vandaag gaan we met Giel mee door ons logistieke distributiecentrum in Varsseveld. Giel gaat ons vertellen waar wij nu zijn. Giel, kun je me iets meer vertellen? Hey, Jeroen. Hoi. We zijn hier bij onze inkomende goederen aangekomen. Hier komen alle artikelen binnen die wij besteld hebben bij onze leveranciers. Hier vindt ook de selectie plaats bij de mensen hieronder tussen de artikelen die naar de piklocatie gaan of die de bulk in gaan. Die artikelen die de piklocatie, naar de piklocatie moeten gaan, die worden hier de lopende band opgezet. Gaan met de rode bakken naar de andere kant van het gebouw. Alles wat de bulk in gaat, wordt hier met deze grote combi-trucks, de 10 meter hoge stellingen ingezet. Dus ja, het is geen plek voor mensen met een hoogtevrees. Nou Jeroen, dan neem ik je nu mee naar onze kluizen toe. Wat hebben we hier zoal, Giel? Nou, hier liggen onze gevaarlijke goederen opgeslagen. Die artikelen die, moeten hier speciaal in deze brandverdovende en brandtragende kluizen liggen. Mocht er nou wat misgaan, zeg maar, dan zal het vuur ook nooit naar buiten overslaan. Tevens liggen die artikelen hier boven lekbakken. Dus als een artikel zal lekken, dan komt het niet in de vloer. En dan trekt het netjes weg. En uiteindelijk, die mensen die hier ook werken, die hebben hier ook allemaal instructies voor gehad. Die dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat ze hier op en top kunnen werken. Loop je mee die kant op, Jeroen? We hebben nog een heleboel andere mooie dingen om te laten zien. Dat gaan we doen. Nou Jeroen, hier zijn we bij de shuttle aangekomen. Hier liggen onze snel verkopende artikelen. Het grote verschil tussen dit gebied en de andere gebieden is dat hier de bak naar de medewerker toe komt, zeg maar de locatie. En in de rest van de gebieden moet de medewerker altijd naar de locatie toe lopen. Nou, je kunt het eigenlijk zien door middel van de blauwe bak. De rode bak kennen we. Aangekomen hier, de blauwe bak met de artikelen komt erbij. En de medewerker pakt het van de ene blauwe bak in de andere rode bak. En de order is klaar. Beide bakken gaan hun weg weer. Nou, dat resulteert uiteindelijk in het feit dat de medewerker hier ongeveer 250 orderen per persoon per uur kan pikken. Dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Tevens kan deze machine voor ons pallets bouwen. En in het verleden moesten we dat met de hand doen. En nu bouwt deze machine standaard pallets op. En dat is natuurlijk een taak, een flink zware taak die we zo zonder mensenhanden kunnen doen op deze manier. Dit komt mij bekend voor, Giel. Ja, dat klopt, Jeroen. Hier komen de artikelen vandaan waar jij hele dagen mee werkt. We zijn hier aangekomen bij onze Business Solutions, logistiek concepten zoals jij het ook wel kent. Hier hebben wij een heleboel artikelen die wij op een speciale manier behandelen, zeg maar naar speciale klantwensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij een extra kwaliteitscontrole doen, we plakken de labels op voor de klant en dat soort zaken, daar moet je echt aan denken. Ja, onder die logistieke concepten, Jeroen, dan kun je denken bijvoorbeeld aan onze aanvulservice, kitleveringen die we speciaal voor de klant maken, maar ook ons toolbindsysteem die je achterin in de ruimte ziet staan. Ja, duidelijk. Okay. Giel, dankjewel voor deze rondleiding door ons distributiecentrum. Ik hoop dat onze kijkers er weer wat van geleerd hebben en goed geïnformeerd zijn. En voor de kijkers, graag tot de volgende keer. We zullen nog meerdere filmpjes in de komende tijd aan jullie laten zien.